Welkom bij Velox Meesters in de Bouw. In deze podcast gaan we elke aflevering in gesprek met onze collega's, bedrijven en experts over actuele thema's in de bouw en techniek. Veel plezier met luisteren. Het zijn termen waar we tien jaar geleden nog niet eens van hadden gehoord: HR Analytics en Data Driven Recruitment. Maar vandaag de dag wordt het gezien als de toekomst van recruitment. Ik ga erover in gesprek met mijn gast vandaag, Geert-Jan Waasdorp. Dag, Geert-Jan. Dag. Ja, we zijn bij je thuis hè, in Rotterdam. Ja, dat is uh, bijzonder. Ja. ja ook, ook net aan het verbouwen, ik verbouwen. Je krijgt een nieuw behangetje in, in de gang. Ja, we zijn uh, een week of zes geleden verhuisd. Dus uh -huh. uh, dat is het laatste deel wat nog moet gebeuren. Oké, okay, maar goed. Dat is, de, dat is de kleine bouwen, zeg maar. Ja. Hè, waar we het dan even over hebben. Echte Rotterdammer ook of niet? Nou, dat voel ik me inmiddels wel, maar uh, mijn Brabantse tongval uh, verraadt dat ik ergens anders van geboren ben. Oké, okay, maar aardig uh, geaard, intussen. Ja, zeker weten. Ja. PSV of Feyenoord? het. Is het... Uh, ik ben overgestapt uh, naar <laughs> Feyenoord en uh, niet zo'n beetje ook. <laughs> Oké, okay. nou hartstikke goed. Uh, ja, wat, en uh, je bent de oprichter van uh, Data Tech Bureau uh, Intelligence Group. En mede oprichter van de Academie voor Arbeidsmarktcommunicatie. Je hebt een paar boeken geschreven. Hè? Schaarste bestaan niet, of uh, Zo vind je een baan. Uh, dus uh, ja, echt heel heel actief op die arbeidsmarkt. Je gaat er straks ook vijf uh, voorspellingen voor doen. Uh, voor de arbeidsmarkt uh, komend jaar, 2023. Maar um, wat, wat fascineert je zo aan, aan die arbeidsmarkt? Dat je er zoveel in hebt. Uh heeft gedaan en verzet al, en eigenlijk nog steeds blijft onderzoeken. Wat, wat boeit je daar zo in? Ik ben er eigenlijk bij toeval ingerold toen ik in 1999 ging werken bij uh, het Weilen uh, Carrièreblad Intermediair. Ja, ik ken het nog. Ja, ja, ja. ja. Daar dat, dat zijn er veel mensen opgegroeid, uh, maar dat, scheid, dat is al een scheidslijn op de arbeidsmarkt, zeg maar, mm -hmm. de mensen die hem nog hebben ontvangen. Ja, op en, papier ook hè? Ja, letterlijk. <laughs> <Het> was, uh, <laughs> ja dat, Ik heb het daar letterlijk over, ja. uh, over ja. de papieren versie. Uh, daar, ben ik, daar heb ik eigenlijk al alle, alles van het vak geleerd als arbeidsmarktanalyst. Mm. En daarna al die jaren, ook toen ik zelf ben. Uh, Want welke rol had je bij het blad schreef je daarvoor? Nee, nee, ik was arbeidsmarktanalist. Mm. Dus wij uh, ma maakten vooral commerciële analyse, zodat accountmanagement meer advertenties mm. kon, uh, kon verkopen. Uh, Vandaag de dag zou je dan eerder bij LinkedIn werken of zo. LinkedIn, Indeeds, ja. uh, al die ja. mediapartijen, die, die ja. doen eigenlijk min of meer hetzelfde. Uh, maar ik ben in 2002 voor mezelf uh, uh, begonnen met, uh, met Intelligence Group. Omdat we in die jaren van krapte en schaars tussen 99 en 2001 zagen dat er echt wel waarde zat in die arbeidsmarktdata. En als je de klant, in dit geval de kandidaat, begreep op die arbeidsmarkt, dan, en als je daarop kon, kon inspelen, kon je er veel meer werven dan je concurrent op die arbeidsmarkt. Mm. Dus daar zat een businessmodel in. Daar zijn we mee begonnen. Dat is het begin van Intelligence Group geweest. En eigenlijk tot en met vandaag kan ik het bijna wekelijks nog verbazen en verrassen over dingen die ik opnieuw ontdek over die arbeidsmarkt, deelsegmenten die je niet ziet of uh, nieuwe deuren die eigenlijk <laughs> achterdeuren die ja, 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 wel open gemaakt worden. Uh, dat zijn natuurlijk kleine, kleine wijzigingen en grote wijzigingen, hè, revoluties. Wat, wat is nou de laatste grote, uh, ja, op opvallende? Uh, uh, ding geweest in de, in de arbeidsmarkt waar, waar, waarvan je kijkt van verrek, zeg. Nou, een paar jaar geleden dat er echt beurzen zijn waar je als, uh, nou, ik noem maar even als jobboard... of als, uh, als bemiddelaar tienduizenden uh, of honderdduizenden sollicitanten kunt kopen. En, huh? Ja, letterlijk. Dat is een <laughs> soort hanos, maar dan voor sollicitaties. Dus uh -huh. die, die zijn er gewoon wereldwijd. Uh, en wat ik daar de laatste keer op die beurs me enorm over verbazen was... De hoeveelheid fake applicants. Dus je ziet een ontwikkeling nu in die, in die markt dat je betaalt als je een sollicitatie hebt gekregen. Hè? Dus dat mm -hmm. heet kost per applicant, dus je betaalt. Oh, en, en, ja. Ja. Maar, dus is maar, maar dan snap eke, ik het wel weer. Dat dus het is het het een is. hele handel. Er zitten flatgebouwen vol in India. Zitten mensen fake applicants, uh, zijn valse sollicitaties aan het sturen. Omdat ze bij elke sollicitatie een paar euro krijgen. Nou, oh, verrek zeg. En uh, uh, heeft, dat, heeft dat nut? Wie, wie wordt daar beter van? Dat is vrij onduidelijk, maar in <laughs> ieder geval niet, niet, uh, niet de werkgever, uh, niet de markt zelf. Maar nee. dus, ja, uh, en, het, om... en, en het is voor de, voor de echte kandidaten van Vlees en Bloed natuurlijk ook niet helemaal niet fijn dat er, dat er zoveel ruis op de lijn uh, zit. Nee, dat, maar ja, in deze markt zijn er zo weinig kandidaten dat de, kandidaten, de goede kandidaten er denk ik heel weinig last van heeft. Ik denk ja. dat de werkgever en de recruiter er vooral last van hebben op dit moment. Ja. Dan ja, vraag je je bijna af waarom we het nog op, op die manier doen allemaal. Dat kun je sowieso afvragen. Uh, maar da, dat is ook wel een hele interessante. Uh, in Nederland hebben we funda, de huizenmarkt, uh, die daar mm. eigenlijk heel bijna de hele huizenmarkt komt daar samen. Wij denken dat vanuit een Nederlands perspectief, dat het in België, en Frankrijk en Duitsland dat er ook een funda is. Maar niets is minder waar. Daar heb je dus heel veel verschillende sites waarin deelsegmenten van de markt bij elkaar komen. Uh, maar voor ons is het omgedraaid als het gaat om de arbeidsmarkt. In Nederland hebben wij geen funda van de arbeidsmarkt, maar hebben wij 2500 verschillende sites waar werkgevers en, mm -hmm. werk en werkzoekenden bij elkaar komen. En daarvan zou je eigenlijk zeggen, waarom is dat niet één site? Nou ja, die ruis die we in de Nederlandse arbeidsmarkt hebben op die arbeidsmarkt, mm -hmm. die, is, die is gigantisch. Ja. Maar is, is dat wat, uh, ben jij dan niet de aangewezen persoon om één zo'n site op te richten? Of om dat bij elkaar te brengen. Ja, dat, uh, ik heb dat, dat pleidooi. hou ik hou, dat? Hou ik natuurlijk wel. Uh, maar als je kijkt naar de arbeidsbemiddeling. en ook de, de markt van, van jobboards en alles wat tussen vraag en aanbod zit. ik denk dat die markt in Nederland. ergens tussen de 60 en 100 miljard euro groot is. Ja. Daar heeft niemand belang bij om, daar, uh, om dat uh, transparant te maken. Nee. Maar het is, het is heel erg versnipperd, zeg je al. Die, al die, ja. Ja. En dan heb je nog niet eens over de kleine 20.000 bureaus. die we in Nederland hebben. Ja. Dan heb je het over uitzendbureaus, detacheringsbureaus. wervingen en selectiebureaus. Dus je hebt zoveel marktpartijen die eigenlijk acteren hmm. tussen het speelveld, tussen vraag en aanbod. Ja. En is dat uh, alleen maar alle verschillende sectoren, of, of zijn er nog veel meer uh, onderscheidingen aan te brengen? Nee, dat, er, dat, gaat, over, uh, over, dat gaat naar sector, dat gaat naar, uh, naar functiegebied, maar soms gaat het ook om hobby's. Hè. Je hebt het, uh, gaat het over voetbalcoaches of werken op de golfbaan of werken voor de kerk. Dus je hebt ook nog uh, uh, al naar gelang motieven of hobby's die mensen hebben. Ja. Dat daar hele arbeidsmarkten zich daaromheen uh, organiseren. Ik weet dat je is, is er dan een Arbeidsmarkt voor, voor onbetaald werk? Bedoel je dat dan? Of bedoel je dat? Nee, nee dat is echt betaald. De, de, ja, dat is echt, dat is echt betaald. Maar wij, wij zeggen ook wel eens, en wij zien in onze analyses bijvoorbeeld een, 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 er is een aparte arbeidsmarkt voor de Bijbelbelt in Nederland. Mm. Dus dat is een hele strook, waar eigen media uh, en eigen bureaus en eigen ja, jobboards zijn, waar de vraag en aanbod voor met name meer christelijke mensen of gereformeerde mensen uh, mm. bij elkaar komen. hele bijzondere constatering gaat denk ik los. Daar gaat uit, dat zie je gewoon normaal gesproken niet in het in het mm. randstad oog noem ik het maar eventjes. Ja. Maar goed, dat was dat was vijftig uh, jaar geleden misschien nog anders in Nederland. Nou, daar had je trouw of het Nederlands Dagblad of geëventeerd. Ja, dat, dat was heel, dus, heel Precies, heel... dus dus <laughs> ja. dan en met een verzuiling had je nog steeds ja. dat, dat dat je al gauw alleen maar katholieke collega's had bijvoorbeeld ja. uh, in Brabant, stel ik me zo voor. <laughs> dat, uh, ja toch? Of, ja, dat is zo. Ja. Maar, maar dat, uh, dat toch nog een ontdekking dat dat nog bestaat op, op de Bijbelbelt dus? Ja, dat bestaat nog en dat zijn van dit zijn van je vroeg van wat wat waar waar, waar kun je dan nog over verbazen? Nou, je, je kunt je over dit soort dingen verbazen, maar je kunt je ook verbazen over rare dingen waar, waar dan hmm. weer de politiek mee komt hè? voltijdbonus. Ja. Of uh, dadelijk de fictieve certificering waar uitzendbureaus zich uh, ja. aan moeten houden. Geen, die certificering is echt, maar stelt natuurlijk helemaal niks voor. Uh, en en, en, zo, en waarom, waarom niet? Waarom stelt het niks voor? Oh, we, gekscherend, je, je moet dadelijk 100.000 euro neerleggen om uh, gecertificeerd te worden of we eigenlijk een toegang mm -hmm. te krijgen tot die markt. En daarmee een en, en, en x hoeveelheid criteria die vervolgens nog getoetst moeten worden. Nou, dat laatste. Dat vind ik al vrij dubieus, maar 100.000 euro is natuurlijk helemaal niets voor een malafide uitzendbureau. Wij zeggen gekserend: Ben je het in briefjes van 20 of een briefjes van 50, ja? ja. ja, het is ja. Wel, wel Kijk, als je nou een miljoen of 10 miljoen zegt, dan, dan begint het een scheidslijn te worden. Maar 100.000 euro, ja? Een beetje, een beetje uitzendbureau uh, doet dat dan omzet uh, huh? in no time huh? zeg. En, en het, 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 het matchen van de, van de kandidaat en de werkgever uh, dat. Uh, de, de, hoor je al heel vaak dat het met uh, artificial intelligence hè, met, met algoritme eigenlijk al heel goed, uh, goed kan uh, Gebeurt Het ook al uh, veel, nee, uh, als je eigenlijk niet, niet zoveel als, als zou kunnen in jouw ogen ja, ja, nee, zeker. Dat klopt. Uh, het, eigenlijk als je als je AI denken, we aan, aan een soort van superintelligentie... die gaat denken voor nee. ons of voor de recruiter. Maar als we praten over AI op de arbeidsmarkt, heb je het eigenlijk gewoon over. Uh, Gecategoriseerde data waarvan als iemand vakje A heeft ingevuld en je zoekt vakje A, dat dat een match is. Mm. Uh, en Iets wat dicht tegen A zit, wordt misschien gematcht tegen een vraag die dicht uh, tegen A mm. zit. Dus daar zit natuurlijk om dat soort dingen te kunnen, heb je wel slimme business rules nodig. En dat mag je van mij AI noemen of machine learning. Echt, echt heel slim is het uh, niet. Maar de technologie die nu gebruikt wordt op de arbeidsmarkt... is eigenlijk de technologie... we hadden het net al eventjes over Intermediair... maar dan Intermediair.nl of Nationale Vacaturebank. Mm. Eigenlijk de matchingstechnologie die al 15 jaar oud is... in de jobboardindustrie. Ja. Je ziet wel dat daar iets aan het, aan het veranderen is. Je ziet wel dat die, die platformtechnologie... dat daar eigenlijk de nieuwe AI onder zit. De nieuwe matching. De oude zitten hebben we vooral mm. met, te maken met hun legacy. Maar de, en in de nieuwe zie je wel dat daar al wat meer slimmigheid komt. Ja. Kun je met, met, met de data en de technologie die nu beschikbaar is, kun je daarmee ook uh, de bias wegnemen op de, op de arbeidsmarkt? He, dat, uh, dat, dat alleen maar witte jongens van, uh, van 31 jaar oud uh, worden aangenomen. Ja, als je de marketeers die dat, uh, die dat verkopen moet geloven, kan dat. Uh, als je mij vanuit uh, nou, in de matching technologie zeker niet, daar heb ik het, daar heb ik het niet gezien. Op de assessments heb je natuurlijk toch heel veel partijen... die zeggen het is bias-free assessments op die markt te mm. zetten. Maar daar worden we ook wel heel erg veel vraagtekens bij, uh, bij gezet. En dan is het leuk dat je nog steeds een assessment hebt... dat dan tussen aanhalingstekens bias-free is. Ergens in het proces zit altijd wel een mens... en die is nooit bias-free. Dus ik denk als je echt veel breder zou willen werven onder alle doelgroepen. Dat, het, dat je hmm. vooral meer neer moet zetten dat je een eerlijke werkgever bent. Mannen en vrouwen gelijk betaald. Transparant bent over het proces. Uh, dat jij ook al een organisatie hebt die niet alleen uit witte mensen bestaat. Hmm. Maar vooral ook multicultureel of meer kleur kan laten zien. Of meer mannen en vrouwen. Of een spreiding qua leeftijd. En ik denk dat daar het echte probleem zit. Uh, dat, dat de identiteiten van die organisaties niet zo niet naar zijn. Maar tech kan dit echt nog bij de lange na niet oplossen. Er zijn andere dingen die dat beter kunnen oplossen dan tech. Mm -hmm, ja. en, uh, en, en, en de hele procedure van, uh, van, van solliciteren tot aangenomen worden. Uh, ik, ik dacht dat heel veel daarvan ook langzaam uh, veel meer naar, uh, ja, eigenlijk naar, naar het web uh, ging. Nou, we worden toch wel met grote regelmaat presentaties hier gegeven waarin we zeggen dat de sollicitatieprocedure vergelijkbaar is met de jaren 80. Dus mm. letterlijk nog, zoals we in de jaren 80 aan het solliciteren waren, misschien hooguit, denk ik, misschien 5 tot 10 procent van de werkgevers die daar wel een verschil op, uh, op maken. Dus alles is modern tot het moment dat je solliciteert. Mm. Dus ik zeg maar even de druk op de knop dat je de e-mail verstuurt of anderszins je kenbaar maakt aan de organisatie dat je geïnteresseerd bent. Ja. En daarna kom je eigenlijk in, in een legacy procedure, een HR- en P&O procedure die die al ja, tientallen jaren niet veranderd is en dat is wel zonde ja. en zou zou dat verder moeten automatiseren in jouw ogen of uh, uh, moet je moet je al die recruiters dan uh, of 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 die die hr professionals moet je die allemaal uh, uh, opleiden of uh, nou zo moet leiden? je ze opleiden maar daar daar zit al en dan heb het heb je met recruiters en hr mensen die zijn vaak al wat beter opgeleid dan de mensen die daadwerkelijk de aanname maken. Want een hiringmanager die, die, die kan eigenlijk geen fatsoenlijk selecterend... of een fatsoenlijk interview uh, houden met, met kandidaten. Maar het proces waar ze, waar ze invallen is vaak ingegeven... door ja, de, de richtlijnen en procedures die, die er zijn binnen een organisatie... die niet uitgaan van krapte en schaarste op een arbeidsmarkt... maar eigenlijk ja. van een arbeidsmarkt waarin je wat te kiezen hebt als, ja. als werkgever. en maar dat Moet is u... helemaal niet zo op dit moment. Ik nee, nee, <laughs> ben, ben blij als je überhaupt iemand ja. hebt die solliciteert. Ja. Ja. Nou goed, maar misschien met, met de economische neergang die we nu meemaken. Eh, wordt ook die krapte op de arbeidsmarkt dus, eh, wat minder. Of verwacht jij dat met, met de vergrijzingen, wat een, natuurlijk een veel langere trend is. dat we voorlopig met die tekorten te maken blijven houden? Nou ja, de vergrijzing is natuurlijk niet iets nieuws. Uh, al twintig jaar praten we over vergrijzing en ja. de komende dertig jaar ook. Uh, daarbij zeg ik altijd scherend. Ik, ik zie niet heel veel mensen in Nederland werken boven de 60. Dus ja. uh, vergrijzing is, is, is vooral een, ja, is er echt, maar heeft niet zo heel erg veel impact op, uh, uh, ja, op de functioneren van, van de krapte op de, ja. op de arbeidsmarkt. Uh, maar die nieuwe situatie hè, van die krapte op de arbeidsmarkt, zou dat niet eigenlijk een, een hele nieuwe methodiek, een hele nieuwe procedures moeten opleveren? Dat lijkt me wel verstandig, uh, omdat de eerste mindset daarin van werkgevers, echt moeten we, moeten we veranderen in de zin van dat arbeid niet zomaar een kraan is, en die je mm. openzet en dat talent eruit komt als, als zijnde water. Het is nu druppelt als je geluk hebt. Dat er nog iets, uh, nog iets langskomt. Dat betekent dat je, dat je snel moet zijn, dat je een kandidaat niet lang moet wachten. Uh, uh, transparante procedure, uh, werkgevers, maar ook hiring managers die weten hoe ze een gesprek mm -hmm. moeten voeren, hoe ze iemand zouden moeten overtuigen. Ik vind altijd wel leuk. Hè? We praten met z'n allen over de war for talent. De uh, war for talent is zo clichématig geworden dat we. War for Talent meer zijn gaan gebruiken om te zeggen, ja, er is krapte en schaarste. Maar wat er bedoeld wordt met een War for Talent, is dat je daadwerkelijk keihard moet concurreren om talent uit die mm -hmm. markt te halen. En con keihard concurreren betekent snel zijn, agressief, assertief, proactief, betere arbeidsvoorwaarden, mm -hmm. beter leiderschap, betere... Uh, uh, je ja, kan die kandidaat echt weten vast te houden ja. of weten te overtuigen. En ja. dan, ik denk dat de meeste werkgevers dat ja, totaal niet doen. Nee. Nee, denk je dat veel, veel werkgevers um, nog het idee hebben dat kandidaten blij mogen zijn als ze die baan krijgen? De meeste hiringmanagers zeker. Ja. Dat is de grootste klacht. Als je zet honderd recruiters op een rij, ik denk dat 90 daarvan zullen zeggen dat dit hun meest essentiële probleem is. Dat de interne organisatie nog steeds denkt dat iedereen toch wel bij hen zou willen werken. En dat ze ook daadwerkelijk vinden dat ze tussen twee of drie kandidaten moeten kunnen kiezen. Uh, wie ze aannemen. Dus die, die moeten echt nog soms wakker worden in, uh, in de huidige realiteit. Ja, hoe bestaat het? Uh, <laughs> ja. nou, onder een steen leven of uh, jezelf overschatten, de markt onderschatten, kandidaten onderschatten. toch, toch ja, niet, helemaal, ja, niet helemaal bij zijn hoe die arbeidsmarkt echt functioneert nu. Ja. Maar goed, dat is ook omdat ze misschien heel weinig verloop hebben gehad in de afgelopen jaren. Dat ze gewoon met, met een vaste uh, ploeg. Uh, dat hebben we kunnen, kunnen bolwerken de afgelopen jaren nog. Ja, dat zou kunnen. Uh, dus, maar dus ook ze hebben nog niemand nodig gehad en dan in, ineens kom je in deze markt terecht en uh, heb je een, een, een vervanging nodig uh, voor iemand die, die vertrokken is of, uh, of ja. Wat ook. kan ook zijn. Uh, dat, dat zou zeker kunnen. Maar ik denk Dus dan dus word je ineens wakker in een hele andere wereld. Ja. Dan, het, ja. ja. Dus die wereld is echt veranderd. Ja. En ook ook blijvend veranderd. Hè. Dus nu. nu is er een zweem dat het misschien dat er dat misschien wat dat economisch wat minder zou minder zou gaan? Nou, daar zou je al over kunnen discussiëren. Ja. Maar ik vergelijk het altijd, want die vraag krijg ik met grote regelmaat. wordt die arbeidsmarkt daar weer wat ruimer? En het antwoord is heel simpel: pak een kop thee en een kop thee is 98 graden. Doe er een beetje koud water bij, dan is die 96 of 92 graden. In alle gevallen is die veel te heet om te drinken. De krapte en schaarste op de arbeidsmarkt is nu zo gigantisch groot mm. dat er een diepe, langdurige recessie nodig is om enige vorm van balans mm. te vinden op die markt. En zeker de, nou ja, als je dan kijkt naar de doelgroep van Velux, daar, daarvoor zie ik überhaupt geen balans meer. Ja. Want, maar waar baseer je het op? Want heel veel van de, uh, van de bouwmensen die ik, die ik spreek, ook in, he, meesters in de bouw, die denken toch allemaal wel dat uh, uh, die ergste krapte nu, nu wel even uh, voorbij is. In ieder geval voor komend jaar verwachten ze dat het toch tenminste weer wat makkelijker wordt om mensen aan te nemen. Ja, ik, ik, zou, ik, ik, zou, ik zou er geen enkel argument voor kunnen bedenken eh, en kunnen vinden, dan dat zij het vanuit hun buikgevoel zo interpreteren. Hmm. Uh, en wat ik sowieso heel gek zou vinden, is als je nou überhaupt naar de bouw kijkt, uh, op vacatures wordt eigenlijk al niet gereageerd. Ze zitten in een hoek waar gemiddeld genomen mannen op, met praktisch opgeleide mannen zitten. Dat is sowieso per definitie de moeilijkste doelgroep op de arbeidsmarkt. Ik denk dat de als zij mensen willen vinden, dat ze toch al vaak. In de flexibele schil aan het zoeken zijn. Mm -hmm. nou, daar zou je van kunnen zeggen: daar komt iets meer aanbod, omdat er uh, uh, ja, misschien minder werk mm -hmm. is. Uh, en dat kan zomaar te maken hebben met de stikstofcrisis of, of anderszins. Ja. Maar of dat nou direct gerelateerd is aan de economie, dat, wij, wij, dat, dat wil ik toch wel graag betwijfelen. Ja. Ja. en het andere, wat je zegt, hè, de, de groep praktisch opgeleide mannen. Um, misschien moet je ook eens naar die groep kijken die je, die je probeert aanspreken en binnen te hengelen. Ja, ik zou dat, heel dat, moeilijk dat, dat, dat je ook naar, naar, naar jonge vrouwen kijkt om die in, te interesseren voor een, voor een baan in ja, de, ja, dat, daar zou ik ze zo altijd groot voorstander van zijn, ja. maar dan heb je ze nog niet. Hè. Dan, dan moeten ze hmm. nog opgeleid worden of zij in stromen. Ja, of misschien of, moet je ook wel ervoor kiezen om, om een deel van die opleiding in, in eigen huis te halen. Met die kandidaten, dat je ze zelf op maat slaat meteen als, ja. ze, als ze binnenkomen. Goed idee. Ja. En, en daarin maar dat, denk... dat, gebeurt, dat gebeurt niet, dat nee, zie joh. jij nergens. Nee, dat is... Dat moet snel zijn. Ik denk dat de meest kansrijke uh, bron ligt hmm. gewoon bij bijvoorbeeld uh, statushouders of asielzoekers. Hmm. Gewoon mensen die in de eerste maanden hier in Nederland zijn, die eigenlijk niet mogen werken. Dat zou de meest kansrijke groep zijn om hmm. zo 10, 20, 30.000 hmm. mensen richting de bouw te brengen. Ja. Maar, dat gebeurt, maar dat gebeurt dan niet? Nee, dat mag niet. En maar frustreert het je niet enorm? Niet alleen van die asielzoekers, maar ook, ook van, van, van vrouwen bijvoorbeeld of andere groepen. Of, of, de, of dat, het, dat, het, dat, het, dat het kwartje niet valt? Nou ja, de andere kant is ook, het is ook business en handel. Ja, ja. Ik bedoel, als het kwartje overal valt, dan uh, hadden wij nergens meer om over te praten met elkaar. Waren er waren waarschijnlijk wel weer andere problemen die uh, zich hadden opgedaan. Ja, maar het is ook leuk als, als het een keer lukt, natuurlijk. Nou, gelukkig, gelukkig lukt het ook wel, maar dat is eerder sporadisch. En, ja. uh, en, en arbeidsmarkt en succesvol zijn op de arbeidsmarkt is ook gewoon hard werken. Ja. Dat is, dat is niet een, dat, die kraan met water, ja. dat, dat is echt hard werken voordat ja. daar daadwerkelijk ja. water uitkomt we hebben je ook gevraagd om uh, uh, in de glazen bol te kijken hè. Voor, voor komend jaar. Hebben we je een uh, de, de future five? Dat is uh, een, uh, een, een manier om te kijken wat, wat de vijf belangrijkste uh, veranderingen zijn of, uh, of tendensen die je uh, die voor je ziet. Uh, als eerste zei je al van het hebben van data is nog niet hetzelfde als het gebruiken van data. Ja, ik heb, de, ik heb vooral ook al even gekeken naar. Trends die te maken hebben met arbeidsmarktdata. Mm. Er zijn zoveel dingen die je over de arbeidsmarkt zou, te, uh, zou kunnen hebben. Uh, data is tegenwoordig ongelooflijk overal aanwezig. Hè? Mm. Iedereen heeft data. Dat is, het hebben van data is al lang niet meer heel spannend. Dus uh, uh, hebben en het verzamelen van data, maar eigenlijk vervolgens er iets mee, daadwerkelijk iets mee kunnen doen, of erop durven te acteren. Dat, dat vinden de meesten het allermoeilijkste. Ik maak een heel makkelijk voorbeeld. Ik geloof dat we jarenlang hebben laten zien dat WhatsApp het meest gebruikte communicatiekanaal is. Het meest gewenste kanaal waar kandidaten mm -hmm. mee zouden willen communiceren. Jarenlang staat het ruimschoots op nummer 1, maar geen recruiter die eraan begint. Want je zegt ja, WhatsApp is het privé domein. Van, uh, van kandidaten, dat ga ik niet gebruiken. Totdat de eerste dat doet veel positieve geluiden krijgt uit de markt. En nu is het tegenovergestelde waar, je kunt je niet meer voorstellen dat je als recruiter niet met WhatsApp werkt. Nou, als ik nu naar nieuwe data kijk, want dat is dan de, de volgende, misschien wel de volgende vraag: wat zijn mm -hmm. dan de nieuwe data die helemaal bovenaan rijken, dat is dat kandidaten een gesprek willen hebben op basis van gelijkwaardigheid. Mm -hmm. Uh, tussen, een, tussen iemand die ze aanneemt... dat kan een recruiter zijn of een hiring manager, uh, ook een ruimte willen mm. hebben om zichzelf te presenteren, maar ook weten dat ze die ruimte krijgen en zich daar ook op kunnen mm. voorbereiden om zichzelf te presenteren. En hoe kom je aan die data? Ook oh, de uh, Met, met groep? Enquête, enquêtes ja, of ja. Uh, en, en gewoon vragenlijsten rondsturen? Ja, doen we al uh, 20 jaar, uh, op dit moment 125.000 per jaar in Europa, waarvan er 16.000 in Nederland mm. elk jaar opnieuw, elk kwartaal. En Daarin ondervragen we die kandidaat: wat vind jij belangrijk wanneer beweeg je, waarom beweeg je alles? Wat nou ja, eigenlijk waar we mee begonnen in deze Dat was een echte bummer. Ja, ja, waarom kom je in beweging? Want ja. jij bent de baas op de arbeidsmarkt, dus ik moet als ik jou begrijp, kan ik daarop inspelen. Oké, okay. nummer twee was: uh, alles is data, <laughs> dat was je je tweede, uh, dus het, het, het gaat niet alleen het gaat om beeld, om spraak, om traffic, ja, AI, content. Ja, letterlijk. Dus, uh, en data denken we vaak aan, aan, aan getalletjes. Hè? Of een grafiek, of een, of een tabel, of iets wat in Excel uh, mm -hmm. staat. Maar ik vind, uh, iemand die luistert naar deze podcast, is voor mij is data. Uh, de podcast zelf is al, er zit al zoveel content in. Mm -hmm. Die content zou je om kunnen zetten in geschreven content. En daar kun je alweer analyses op maken. Of dat, is, uh, dat zijn weer mm -hmm. en eentjes. Dus eigenlijk, het is bijna een soort matrix gedachte. Dat alles om ons heen is data en wij bewegen in een, in een omgeving met, uh, met nulletjes en eentjes. En als je die eruit weet te trekken, heb je daar heel veel voordeel aan. Ik, een mooi voorbeeld, wat je nu ziet gebeuren in, uh, uh, in assessment technologie, is dat nou, je op basis van de tekst uit deze podcast, kun je zo een, uh, een scan maken wat onze skills zijn. En dan kun je zeggen, oké, okay, nou Paul, die is veel meer op skill A, B, C dat hij scoort. Mm -hmm. en je hebt dan op D, E en F. Dus dan op basis van het skillsprofiel van onze stemmen of van onze tekst in deze podcast. Kun je eigenlijk een wervingsprofiel maken en daar ook daadwerkelijk ja. op werven. Ja. Dat is data. Maar dat, dat, dat zijn dan wel soft skills, denk ik. Een beetje in het communicatieve zal dat. Uh zal het, zal het liggen? Ja, dus, soms gaan we misschien wel het moeilijkste wat er is hoor, om, om dat in data te vangen. Of, of de snelheid waarop we op met elkaar op elkaar reageren, of de humor of de alertheid, daar, daar zullen ook misschien wel weer, of doelgerichtheid, hm. zullen misschien ook wel weer uh, uh, skills uitgehaald uh, kunnen worden die niet altijd soft zijn ook data, dus. Dat is ook data. <laughs> Alles, ja. is data. Alles is data. Oké. Okay. Uh, en dan uh, had je er een, uh, was meer een, een technisch uh, verhaal voor mij dan, want ik, ik, ik kom niet uit jouw wereld. Dat is uh, meer grip op de talent value chain. Ja, dat is. Wat wil je daarmee zeggen? Ja, de, de degene die grip heeft op de, de talent value chain wins the war for talent. Komt alweer mm. op die war for talent uit. De grap is als wij kijken met elkaar naar recruitment, even gekscherend. Wij komen vanuit, vanuit een periode dat we gingen over post en pray. Dat betekent: ik zet een vacature mm -hmm. en ik, nee. gewoon ik, zitten wachten. Ik, ik zit wachten tot, er, <laughs> tot een reactie ja. kwam. Daarna zijn we, zijn we gaan zoeken, gaan, gaan searchen, maar nog steeds denk je dan uit een, uit een relatie met een arbeidsmarkt van een 1 op 1 mm -hmm. of 1 op tien. Nou, als je gaat over die, over die, die value tellen die talent value chain, dan zeg je eigenlijk: mijn doelgroep. In, nou ja, ik noem maar wat hier in Rotterdam, van de arbeidsmarktanalisten, er zijn er 85. Mm -hmm. We kunnen best wel goed in kaart brengen hoeveel mensen dat zijn. Nou, die 85 kunnen ook een naampje hebben. En dan ga ik die, talent, die talentpool ga ik als het ware managen. Nou ja, dat is dan voor arbeidsmarktanalisten, maar je moet je voorstellen als je dat kunt doen voor engineers. Of dat je dat kan doen voor elke moeilijke doelgroep die je hebt. Dus uh, dan praat je over hooguit enkele duizenden mensen die je kunt monitoren. En als je dat gaat doen, dan kun je eigenlijk, als je weet wie het zijn en je gaat ze monitoren... dan kun je ze gewoon werven en uh, aan je weten te binden. Ja. Dat laatste trucje, zo diep durven investeren in jouw doelgroep en in jouw markt... er zijn maar een paar clubs die dat doen. Mm -hmm. Degenen die dat doen, ja, die, die, die geven elkaar een high five... want dat zijn de winnaars op dit moment in de markt. Ja. En wat is, die, wat is die waardeketen die je daarin ziet? Oh, die waardeketen begint eigenlijk met weten hoeveel het er zijn, mm -hmm. weten waar ze zijn, wat de, of de mannen en vrouwen zijn, wat de leeftijd is, wat ze tot en, met, tot en met uiteindelijk wat de naam is en het e-mailadres, uh, maar ook weten mm -hmm. hoe ze zich bewegen en wat ze interessant vinden. Kijk, als je dat soort kennis als, hebt als je van je kandidaten. Krijgt, ja. En het interessante is, als jij salesorganisatie bent, dan is dit wat ze weten van hun prospects en hun klanten. Mm -hmm. Maar een recruitmentorganisatie zou eigenlijk exact hetzelfde moeten denken over hun kandidaat op de markt. Of als je een detacheringsclub bent, waarin mensen tussen aanhalingstekens jouw jou, jou handelswaar zijn, dan hoor je dat ook gewoon van ze te weten. Ja. Goed, als, als nummer vier heb je staan nieuwe data. Ja, we, uh, en ik heb dus echt vanuit dat dataperspectief heb ik dit bekeken. Als je kijkt, we zijn al heel lang heel klassiek aan het nadenken over hoe wij... Mensen zouden moeten verleiden, en dan praten we over salaris of over arbeidsvoorwaarden. Of nou, als ik kijk naar nieuwe data, zie ik dat mensen steeds meer belang hechten aan, aan transparantie in het proces, of uh, het ontmoeten van de hiring manager. Of er zitten veel meer za andere zaken die te maken hebben met gelijkwaardigheid, of het zien van de kandidaat en de kandidaat ook echt het middelpunt maken van de van sollicitatieprocedure die doorslaggevend kunnen zijn. En dat, is, dat zijn nieuwe datapunten of hmm. nieuwe, nieuwe signalen over hoe, hoe je succesvol kunt zijn in de, in de markt. Parallel daaraan heb je ook nog nieuwe visualisatietechnieken en datatechnieken, zodat je, ik noem maar even uh, iets geks als mensen op je website zijn, dat je heel goed kan zien waar ze naar kijken en waar ze op aanslaan en waar ze op afhaken. Ja, en wat ze triggert. Ja, het gaat dus eigenlijk om het, om het uh, lezen van de verwachtingen die kandidaten hebben. Letterlijk. En dat, normaal keken je er altijd naar cijfertjes, maar nu zie je gewoon die muis bewegen over je scherm. En, dan je, en mensen lezen ook hè, door met de muis te lezen of anderszins. Of je ziet gewoon waar de concentratie, het oogbal als het ware, mm. uh, op, de, op het scherm brandt. En dan weet je wat belangrijk is. En het leuke is, salaris heeft altijd een heel groot gedeelte. Dus salaris blijft gewoon heel erg belangrijk en daar kun je een winst mee pakken. Oh ja, en, en niet uh, meer de, de, de omgeving, het maatschappelijk verantwoord, ondernemen of, of ook nog iets. Uh, purpose. Is, is dat nog iets wat, uh, wat mensen veel zoeken? Of wordt dat uh, overdreven? Dat is in ieder geval voor een kleine groep heel erg belangrijk, maar voor het grootste gedeelte voor, nou ja, dat is, een, is het een belangrijk extraatje. Een belangrijk extra. Ja. Maar het, 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 dat is niet waar, uh, waar je al die muizen na, meteen naartoe ziet. Nee, nee, zeker, da, nou zeker niet. Maar ik zou. Je zou wel kunnen zeggen, als jij een werkgever bent die daarop inzet, dan weet je dat je misschien 90% van de, van de van de markt... Ja, niet in beweging brengt, maar 10% van de markt is vaak meer dan voldoende goed om, ja. een, uh, om aantrekkelijk te zijn. Om en voor en je weet dat je wel de 10% hebt die je zou willen hebben. Precies. Omdat die dat belangrijk vinden. Ja, ik heb wel eens uh, ooit een vacature gehad die zegt wij zijn de meest bureaucratisch denkbare en meest formeel denkbare werkgever ever. Nou ja, gegarandeerd dat er niet heel veel mensen op reageren, maar de mensen die reageerden, <laughs> ja. dat was waarschijnlijk degene die, die ja. daar heel erg, zich heel erg zijn lang bij voelde. Ja, grappig. Hey, en uh, tenslotte de vijfde, empowerment of the candidate, data in the process. Ja, dat is een beetje... Uh, dat dus ligt in het verlengde van, van wat je net aangaf, denk ik. Ja, dan maak ik. ja, dat klopt, maar dan maak ik het toch nog een heel klein beetje spannender. Ook voor de, voor de podcast mm. en, en, en uh, wat ik ook in mijn presentaties uh, doe. De kandidaat op dit moment is zo schaars, tegelijkertijd mm. is ook zo machtig, want de kandidaat heeft echt al in de gaten. Dat hij, dat hij het voor het zeggen heeft op de, op de arbeidsmarkt. Of steeds meer. Hè. De, uh, mensen kieken, kiezen voor gigs, de, de, de platformtechnologie en de platformeconomie wint aan, aan belang. En in een heel rap tempo. Hè. Dus de snelheid en de adoptie daarvan. door de, ik noem maar even, de gewone man en vrouw, de, de markt zelf. Mm. Is veel sneller dan, dan ze in de polder denken. of CNV en FNV en noem maar op. En daar is, een hele bijzondere, is iets heel bijzonders aan de, aan de gang. Ik pak dan altijd even OnlyFans, hè. De, ik noem maar even het Facebook, maar dat je dan betaalt om mensen te kunnen volgen die vervolgens plaatjes van zichzelf laten zien. Hmm. Uh, er zijn 220 miljoen mensen hebben zich daar al op ingeschreven en 2 miljoen performers en creators zitten op dat OnlyFans platform. Ik geloof erin en ik denk dat het zeer aannemelijk is dat dat gaat gebeuren, is dat... Uh, werkgevers en recruiters over een paar jaar kandidaten gaan betalen. Niet zozeer om op sollicitatie te komen, dat zou ook nog kunnen. Mm. Maar gaan betalen om naar het CV te mogen kijken. En daarmee wordt eigenlijk de keten een beetje omgedraaid. Nu betalen we eigenlijk alle tussenpersonen. Hè, dus de, 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 de intermediairs en de...